Zo, welkom terug allemaal. Zoals beloofd, een tweede deel rond macrofotografie, waarbij ik heel specifiek over de instellingen op uw camera zal spreken. Ik heb het vorige deel geëindigd met u te vertellen dat de investering in een statief heel belangrijk is voor macrofotografie, omdat je eigenlijk alles uitvergroot en dus ook uw eigen beweging en dus heel vaak bewegingsonscherpte zult creëren. Eigenlijk bij macrofotografie moet je dus ook vaak rekenen dat je met een hoge sluitertijd gaat werken, dus een zeer korte tijd, 125ste, een 250ste of meer zelf van een seconde. Om die beweging van u als fotograaf te neutraliseren, dat kun je enerzijds wel door een statief ook bereiken, maar vooral de beweging van uw onderwerp kun je anders niet gaan bevriezen. Dus vooral voor de beweging van uw onderwerp, het zijn blaadjes die in de wind bewegen, of bijvoorbeeld een insect dat toch een klein beetje met zijn voelsprieten beweegt of iets dergelijks. Natuurlijk, als je een product fotografeert, dat zal op zich over het algemeen in de studio gaat dat niet bewegen, daar zal ook weinig wind zijn. Dus dan heb je dat probleem niet zozeer. Maar toch, als we het over macrofotografie hebben, hebben we het vaak over hogere sluitertijden. Nu, een ander probleem bij macrofotografie is eigenlijk dat je, doordat je met je camera heel dicht op je onderwerp werkt, is het gevaarlijk om schaduw te creëren op je onderwerp door je materiaal. Dus als jij je camera hier plaatst, je onderwerp is hier, en de zon komt vandaar, of het licht wat je gebruikt komt vandaar, dan werpt dat al meteen een schaduw op je onderwerp. Dat kan je oplossen door te gaan flitsen. Nu, eigenlijk het gebruik van de ingebouwde flitser is vaak al niet handig, omdat opnieuw dat licht dat vertrekt hier achter je lens, dat verspreidt zich zo, maar dat gaat dus ook een schaduw werpen van die lens op je onderwerp. Maar dan zijn er gelukkig wel heel specifieke flitsers op de markt die in een ring opgesteld zijn en die je bovenop je lens monteert. Dus die komen hier te staan, waardoor dat het licht eigenlijk hier op het einde van je lens vertrekt en je onderwerp heel specifiek gaat belichten. Dus dat zijn van die macro ring flitsers, die zijn zeer handig voor macrofotografie, maar eigenlijk ook bijna alleen inzetbaar voor macrofotografie. En een andere manier om met het weinige licht om te gaan is eigenlijk het gebruik van een hogere ISO-waarde. Nu, let wel op, als je ISO-waarde, laat ons zeggen, op ISO-waarde 800 instelt bijvoorbeeld, veel camera's zullen daar nog mee overweg kunnen, 1600 is vaak ook nog goed, maar als je daar boven gaat, is eigenlijk een klein beetje afhankelijk van de camera die jij gebruikt, dus dat is belangrijk dat jij weet tot op welke ISO-waarde je camera goed presteert. En daarmee ga je dan opnieuw tegemoet komen aan het weinige licht dat er is. Ik heb ook afzonderlijke video's rond ISO-waarde en sluitertijd en diafragma. Die zal ik allemaal linken in deze video, dan kan je daar gemakkelijk op teruggaan. En bekijk die zeker als ik bepaalde termen bespreek die niet helemaal duidelijk zijn. De nadelen van een hoge ISO-waarde is dat je dus eigenlijk teniet doet aan de kwaliteit van je foto. Dus je gaat onscherpte creëren en je gaat de kleuren gaan minder mooi in beeld gebracht worden. Je gaat verschillende tinten hebben die afwijken van de realiteit. En juist bij macrofotografie, waarbij dat je een onderwerp heel sterk uitvergroot en dan vaak ook volledig op het scherm of een vergroting print om aan de muur te hangen of iets dergelijks meer, dan ga je eigenlijk inzoomen op details. Dan is het net heel belangrijk om goede kwaliteit te hebben van je foto. Dus zeker opletten met de hogere ISO-waarde. En dan is er nog de diafragma-waarde. Die is ook van belang bij macro, eigenlijk bij elke vorm van fotografie, omdat de diafragma-waarde ook uw belichting bepaalt. Nu, het is zo, bij een macrolens ga je eigenlijk heel vaak heel dicht op uw onderwerp gaan. En je ziet al heel snel, als je bijvoorbeeld een eenvoudige 50mm lens gebruikt en je stelt die in op een opening van 1.8, ik zeg maar iets, de maximale opening van uw lens is volledig open. En dan zie je als je dat hoe dichter dat je op je onderwerp gaat om dat te fotograferen, hoe meer dat je onscherpte creëert op de achtergrond. Dus hoe minder scherpte diepte dat je creëert. Dus hoe belangrijker het wordt om eigenlijk op het juiste punt in beeld te gaan scherpstellen. Dat is wat er gebeurt bij macrofotografie ook. Je gaat heel dicht op je onderwerp, dus je krijgt eigenlijk heel weinig scherpte diepte. En dan hebben die macrolenzen, juist omdat ze die vergrotende factor hebben, dan hebben we nog eens daarbovenop een speciale bouw, waardoor ze sowieso al heel weinig scherpte diepte creëren. Dus je zal dat ook zien. Ik zal een voorbeeldje in de video verwerken waarbij ik film met een macrolens. En dan zal je zien hoe beperkt en hoe specifiek de scherpte diepte is van een macrolens. Dus het is heel belangrijk om heel juist scherp te stellen. Vaak is het aan te raden van manueel scherp te stellen. Is dat, je werkt toch op een statief, dus je kan op het juiste punt scherp stellen en alles laten staan. Je merkt ook aan deze lens bijvoorbeeld de afstand die je met die ring, dus dit is volledig ingezoomd, of beter, dit is de kortste scherpste afstand. En als ik dan de volledige andere kant op wil,
dan zie je dat dat een lange weg te gaan is. Dus als je camera moet scherpstellen, dan zal die vaak, als die het juiste punt niet kan vinden, heel die afstand afleggen en terug de andere kant opdraaien tot het juiste punt gevonden wordt. Dus met automatische scherpstelling werken is met macrolenzen vaak echt geen plezier. Op deze lens nu heel specifiek heb je nog de optie van, in plaats van het volledige bereik te gebruiken, naar een limiet te gaan, en dan gebruik je eigenlijk maar de helft van de range. Dus dan kan je enkel heel dicht werken, of als je de lens in de andere helft gebruikt, enkel, heel, nee, het is eigenlijk omgekeerd, in dit geval is het heel dicht op je onderwerp werken, dus dan heb je maar de helft van de range beschikbaar. Sowieso, juist omdat je weinig licht hebt, zou je vaak al en snelle sluitertijden moet gebruiken in macrofotografie om beweging te bevriezen, zal je vaak sowieso al de lens volledig open gebruiken. Nu op zich is het zeker bij macrofotografie wel aangenaam om die minimale scherptediepte te benutten. Als je dan op het juiste punt scherp stelt, dan ga je eigenlijk alles wat toch nog in beeld komt van achtergrond eigenlijk gaan neutraliseren omdat je die weinige scherptediepte hebt. Dan moet je wel nog opletten natuurlijk dat je geen lichten of iets in de achtergrond hebt, of vreemde kleuren of vormen die eigenlijk vreemd in beeld komen, waardoor dat die toch nog storend als achtergrond werken. Maar in principe gaat macrofotografie en weinig scherptediepte ook heel goed samen. Alleen is het dus wel super belangrijk van op het exacte punt scherp te stellen. Om dit tweede en laatste deel rond macrofotografie af te ronden, zal ik voor de verandering een Canon link nog delen. Dus een link met heel wat informatie rond macrofotografie. En daarmee rond ik deze reeks af. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.